Ik ben Kim, 32 jaar, eigenaar van Life of Pi en ik onderneem ondertussen al 6 jaar. Hey, leuk dat jullie er zijn. Zin in een bakje koffie en een stukje taart? Ik denk dat we niet zozeer zijn gaan ondernemen om te ondernemen. Het was meer dat Life of Pi eigenlijk is ontstaan vanuit een kleine frustratie. Vaak had je of hele mooie taart die niet echt heel erg lekker was, of je had hele lekkere taart, maar die zag er niet heel erg mooi uit. En toen dachten wij, dat moet eigenlijk wel anders kunnen. En vanuit daar is eigenlijk ons hele idee een beetje geboren. En dat is eigenlijk totaal uit de hand gelopen. Als ik heel eerlijk ben, lag mijn passie niet bij taart en bij bakken. Maar ik vind het ondernemen daarentegen vond ik wel erg leuk. Dus dat was eigenlijk de hele goede aanvulling. Zij was heel erg van bakken, zoet en sweet en treat. En ik was heel erg van, oké, laten we dan er powerhouse achter zetten. Dit is wat we moeten doen. En toen is het eigenlijk geboren. Uiteindelijk ben ik wel zelf ook alles gaan doen en zelf gaan bakken. Maar bakken is iets wat je kan leren. Dat is chemisch, 1 en 1 is 2. Dus als je kan rekenen, dan kan je in principe kan je bakken. We zijn gewoon begonnen. We hadden 1 mixer, we zaten in een tuinhuis. We hadden onze trouwafspraken in een slaapkamer, omdat we helemaal geen kantoor hadden of iets. En vanuit daar hebben we al het geld wat we hadden een soort van opgespaard apart gezet. En beetje bij beetje zijn we alles gaan investeren en uitgroeien. Het was niet dat we vanaf het begin af aan geld binnenstroomden en dat we lekker kan allemaal. Dus ik heb en gebouwd aan Life of Pi en ik had gewoon een fulltime job. Succes. Zeer vroeg gestart. 24/7 werken. Nou, ik denk dat de kickstart van ons bedrijf echt is geweest toen we werden opgepakt door de media. Toen hebben we een pop-up shop gedaan van een weekend. En toen zijn we een soort van zo sky high. Toen waren we er. Toen waren er opeens super veel mensen die kwamen ons kennen. We waren echt in 20 minuten was alles leeg, alles weg. Terwijl wij echt nachten hadden gezweet en wij dachten 200 cupcakes, dat is echt veel genoeg. Was het niet. Maar dat is denk ik het moment geweest dat Life of Pi wel echt geboren is. Wat wij doen, dat was overseas, dus in Amerika en in Australië, weet ik wat, is dat al mega groot. Die hebben gewoon een hele andere vorm van bakken en dingen. En toen dachten wij van ja, dat moet hier kunnen. Dus we zijn wel echt gestart met de dripcake. Iemand die mij vraagt om een witte taart te maken met een bloem, dat wil ik wel doen. Alleen ja, het is niet Life of Pi. Dan zou ik zeggen, ga naar iemand die daar helemaal voor gaat. Wij zijn meer, zoals ik het zelf, de troeptaart. Zoveel mogelijk, zo groot mogelijk en zo gekleurd mogelijk. Ja. En ik denk dat we een eigen stijl hebben, 100%. 7 dagen in de week, altijd. Meer vrijheid. De hele dag door. Hoe start ik mijn dag? Nou, ik huppel eigenlijk vanuit mijn bed naakt, hop, naar mijn koffiezetapparaat. Zet ik mijn kopje koffie, loop naar de douche. Drink ik mijn koffie onder de douche. Knal ik mijn tandenborstel doorheen en even een sopje. En dan ben ik klaar voor de dag, aankleden en gaan. Ja, ik drink echt de hele dag door koffie. 'S Ochtends, ik ben echt heel erg, ik ben koffie-addict. Ik denk dat ik al 12 kop koffie per dag drink. Nou, ja, echt niet gelogen. Ik baal ook als ze ergens vieze koffie hebben. Dat is voor mij ook echt een reden om ergens niet naartoe te gaan. Dat je een hele lekkere lunch aan het hebben en dan is de koffie niet te zuipen. Dan ga ik niet. Dat is echt heel erg, maar dat doe ik echt niet. Ik ben wel heel happy, ja. Dit is denk ik wel de beste keuze die ik ooit heb gemaakt om iets voor mezelf te gaan doen. Tip voor andere ondernemende vrouwen? Ga ervoor en laat niks je in de weg staan. Alleen, het is vallen en opstaan. Dus niet thuis in een hoekje gaan zitten janken, maar gewoon door. Pak jezelf bij de ballen en go. Leuk dat jullie er waren. Thanks.